Ruim 1 miljoen mensen stappen elke dag in de trein. Op weg naar huis, naar hun werk of naar familie. Ze lopen langs elkaar heen, zitten naast elkaar, zonder dat er iets gebeurt. Maar soms hangt er iets in de lucht. Is er die blik dat net even iets te lang aankijkt. Te vaak blijft het bij dat ene moment. En daar hebben wij iets voor bedacht. Het perron van de liefde. Voor mensen die dat moment net iets te kort vinden. Die iets langer willen kijken. In de ogen van dat ene meisje. Of die ene jongen. En zo deden we exact wat we altijd al doen. Mensen bij elkaar brengen. En dat is gelukt. Tenminste, daar lijkt het op.